Annie, ik denk dat we een klein probleem hebben. Ik ben even de weg kwijt. Ik weet ook niet waar Roy is. Maar ik heb een mobiel. Ja. Met navigatie op. Gelukkig kun je makkelijk de weg vinden met navigatie op je telefoon. Als je op de fiets wilt navigeren, kan dat bijvoorbeeld met je smartphone. Er zijn heel veel zogenaamde applicaties te vinden op internet. Deze applicaties kun je op je smartphone zetten en vervolgens leidt je telefoon je langs zo'n route. En ja hoor, ook in Gelderland vindt Firma Mooi Bedacht een bedrijf dat zo'n applicatie heeft ontwikkeld. En volgens het bedrijf uit Lochem werkt dat heel goed. Gaat naar de App Store van Android Market of van de iPhone. En in de App Store, daar tik je in. Nou, stel dat je in Lochem zou willen fietsen, dan tik je in Lochem. Dan komt onze app naar boven. Die kun je daar aanschaffen. En als je dan de route gedownload hebt, dan klik je hem op de fiets. Of je houdt hem vast en stopt hem in je zak. En je kunt vertrekken. Ja, dan ga je fietsen. Je kunt eigenlijk altijd rechtdoor fietsen. 50 meter voor een routewijziging geeft hij een geluidssignaal, je telefoon. En dan weet je of je naar rechts of naar links moet. Of je bent in de buurt van een bezienswaardigheid. Dus je kunt lekker genieten van de omgeving, rondkijken. Mocht je met iemand anders fietsen, dan kun je ook samen gewoon praten. Dus genieten van de omgeving vooral. En wij moeten hier zo meteen rechtdoor, zeg je. Stop maar, die moeten wij... Ja, we moeten hierin. Dat. Ik kom volgens mij uit de hotellerie. En toen ik in de hotellerie werkte, toen kwamen heel veel mensen en die wilden gaan fietsen en wandelen. En ik vroeg me af, hoe breng ik nou meer belevingen fietsen en wandelen? En wij hadden heel vaak een gids. En die gids die vertelde de mooiste verhalen over de omgeving. En ik dacht, eigenlijk moet je die gids achter op je bagagedrager hebben zitten. En die man moet eigenlijk en de mooie route geven, maar ook vooral alles vertellen over de omgeving. En dat hebben we digitaal opgelost. Uiteindelijk in een telefoon. Dus het is een digitale gids geworden. Je mag nu de eerste straat naar links. Soms dan hoor je een geluidssignaal. En dan is er een bezienswaardigheid, zoals hier bij dit kasteeltje, Huis de Kloeze. Nou, wij zijn 100% offline, dus dat betekent dat de app altijd werkt, ook als je even geen bereik hebt met je telefoon. En daarnaast is het voor ons vooral beleving, dat is het allerbelangrijkste. Dus echt meerwaarde geven op de mooie fiets- of wandeltocht. De software hebben wij als bedrijf zelf ontwikkeld. En, dat ontwikkelen wij nu voortdurend door. Dus elke keer wordt het weer opnieuw aangepast naar de wensen van de mensen die ermee fietsen en wandelen. Alle opmerkingen die we daarover krijgen, verwerken wij weer in de techniek en in de content. Waarbij het uiteindelijk altijd gaat om de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat. Het Lochems bedrijf is inmiddels de grens overgefietst. Want nog niet zo lang geleden hebben ze een eerste internationale fietsroute uitgezet. En weer lopen we in Gelderland voorop wat betreft innovaties. Of eigenlijk fietsen we voorop. Nou, als je kijkt naar de manier waarop wij zeg maar, met wandelen fietsroutes omgaan en 100% offline werken en de beleving, zijn wij op dit moment een van de weinige apps die het op deze manier doen. Dus Annie, hiermee moet je Roy absoluut kunnen vinden. Nou, volgens ons navigatiesysteem, dan moet hij toch hier ergens zijn. Ja, dat zou toch wel.